zijn heel erg druk bezig op dit moment natuurlijk om de boel te bouwen in de maffia-wereld. Want er moeten natuurlijk een aantal nieuwe dingen bijkomen om natuurlijk een even storyline verder te zetten. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. In deze Mindtopia aflevering gaan wij het vandaag over drie dingen hebben. We gaan het namelijk over hebben over de banken in Mindtopia. We gaan het hebben over mijn roleplay serie De Mafia. En we gaan het hebben over een giveaway, namelijk van het Criminal Gear wat ik hier al in mijn inf heb. We gaan vandaag dus een Criminal Gear body en de leggings weggeven. De helm en schoenen gaan dus een andere keer komen. Maar wil je hier kans op maken, blijf dan zeker eventjes kijken. Mocht je er vandaag ook zin in hebben en je wil mij supporten. Je kan natuurlijk altijd alvast eventjes een like aanklikken bij je voorbaat dank. En laten we gewoon lekker gaan beginnen met de video. Laten we beginnen sowieso met de banken. Oh, en trouwens mensen, laten we ook gewoon gaan trouwens voor de 1000 likes. Doe dat gewoon. Goed, de banken. Dit is natuurlijk het oude bankgebouw inmiddels hier in Mindtopia. Die gaat ook zeer binnenkort, na deze video zal ik even contact nemen met het bouwbedrijf. Dit gebouw gaat eigenlijk open voor iedereen. Dus mocht jij in zone 3 kunnen, kan je dan over een bepaalde tijd kan je hier dan naar binnen toe. Deze deur zal dan weg zijn. En dan kan je hier gewoon lekker rondkijken in dit bankgebouw. Aangezien dit bankgebouw toch wel een beetje nostalgie heeft. Ik bedoel, dit bankgebouw is vanaf moment 1 dat Mindtopia er was, is dit gebouw er al. Dus ik vind het ook best wel zonde om dit gebouw dan helemaal maar te gaan laten slopen. Want ik denk van zoveel mensen die uiteindelijk naar Mindtopia kunnen, die hebben dan zoiets van... Ik wil en zal en moet gewoon even dit gebouw bekijken, want ik heb dit zo vaak in een video gezien. Dat is ook de reden waarom ik dit gebouw niet heb laten slopen. Ik dacht van, ja, dat kan ik toch niet doen. Ik kan toch niet dit mooie gebouw gaan laten slopen voor al die mensen die hier herinneringen aan hebben. Dus dit gebouw blijft gewoon mooi. Binnenkort is dat dus open voor iedereen. Zoals je wellicht kan zien, ik loop deze kant op. Je ziet ontstaan F5. Het nieuwe bankgebouw is er eindelijk. Het nieuwe bankgebouw natuurlijk voor JP, wat ik voor hem heb laten maken. Omdat ik sowieso, ik vond het tijd voor een nieuw gebouw. Ik moet ook zeggen, het staat ook wel erg mooi hier aan de hoofdweg. Als je hier gewoon zo zeg maar langs rent en je kijkt rechtdoor. Nu rechts in je ooghoek denk je toch van... Wacht even, wat zag ik nou? Oh, dit is het bankgebouw, weet je wat? Het valt toch wel op. En ik vind het een mooie verschijning. Natuurlijk, je moet ook bouwen met de riemen die je hebt. Hoe gek dat ook klinkt. Je hebt natuurlijk niet altijd maar de ruimte om een enorm groot plot te hebben. Waar je echt een enorm gebouw kan bouwen. Dus ik ben heel erg tevreden over het resultaat van deze bank. Ik moet zeggen, het is gewoon een nette bank. Ik bedoel, pinautomaatje hiervoor. Aan de zijkant staat natuurlijk F5 voor de Financial 5. Er staat letterlijk op bank en dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Dat je gewoon weet van, oké, dit is dus de bank. Wat wij hier zien is natuurlijk meteen het gear van de oude bank. Het leather gear, het gold gear, het iron gear en het diamond gear. Of, hoe ik het een beetje zie, de skere mensen. De mensen die het redelijk kunnen betalen. De rijke mensen. En de extreem rijke mensen die Uptown bezitten. Dat ben ik. Tuffy, wat egoïstisch weer. Nee, maar dit is in ieder geval het gear natuurlijk vanuit het andere bankgebouw. Wat hier natuurlijk mooi staat. Ik moet zeggen, het heeft ook wel een mooie opvulling hier. Anders heb je gewoon zo'n witte ruimte hier. En nu straalt er toch wat uit. Want dit zijn toch wel mooie setjes. Nee, dit zijn geen setjes die verkocht kunnen worden. Wat dan ook. Absoluut niet. Dit is gewoon decoratie wat al vanaf dag 1 er staat. Nostalgie. En dat staat dus nu ook gewoon mooi hier. Goed, dan de bank hier zoals je kan zien. De bank CEO is Timewalk. En op zich, daaronder staat Sosander. Dat betekent, Sosander is hier als het ware in opleiding om uiteindelijk de bank hier over te nemen van Timewalk. Aangezien Timewalk op dit moment natuurlijk best wel veel dingen doet. Hij is natuurlijk de PL van Mindtopia. En wanneer er ergens iets is waar hij moet bijspringen, doet hij dat. En dat was in dit geval natuurlijk bij mij... Holy shit, ik schrik me kapot. Dat is natuurlijk in dit geval... ik ben niet van deze bank. ik ben helemaal nu in één keer uit mijn verhaal. JP heeft natuurlijk nu deze bank toen overgenomen omdat Sandy uiteindelijk wegging. En sindsdien zit JP hier. Sandy zit natuurlijk nu inmiddels in Greydale. En toen kwam Sosander eraan. En Sosander die kwam ook naar mij toe. Die zei, hey, moet je luisteren, ik wil graag een bank over gaan nemen. Of in ieder geval niet per se overnemen, maar ik wil eigenlijk een staffunctie doen. Ik heb de bank nog nooit gedaan en de bank lijkt mij echt ontiegelijk leuk. Nou goed, Sander die kennen we natuurlijk allemaal wel van iedere stafproject die hij heeft gedaan. Inkoop heeft hij gedaan. Hij heeft, voor mij geen burgemeester. In ieder geval, hij is sowieso staf geweest. Dus dan weet je ook van, oké, hij heeft er wel in ieder geval wel in zijn mars om... dingen te doen. Hij is gewoon naar me toegekomen en heel simpel, als er plek is, is er plek. Is er geen plek, is er geen plek. En in dit geval zei ik van, nou ja, je kan proberen om bij JP in dienst te komen, dan zijn manager te worden en dan misschien het uiteindelijk over te gaan nemen. Gaan we zo meteen trouwens nog even terugkomen, want het gaat toch even anders als dit hier. Maar goed, de bank verder. Openingstijden van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds, alleen maar op de vrijdag. En ook op de vrijdag ga je natuurlijk dan je lening betalen. Kortom, één keer in de week is dit gebouwtje open voor 2 uur lang. En dat is ook meer dan genoeg voor het aantal mensen wat op het moment natuurlijk in Mindtopia zit. Maar goed, hier een kleine geldopslag, hier een kleine archiefopslag of klein 18 kisten. Dat is een behoorlijk archief wat je hier kan opslaan.
We hebben net al eventjes gezien, hier is dan JP zijn kantoor, waar je natuurlijk met mensen voor belangrijkere afspraken, dus stel ik zou hier komen, kunnen we hier natuurlijk zitten. Of misschien wel mensen die een grote lening willen hebben van 150k, misschien wel 200k. Zou denk ik ook hier eerder worden besproken dan beneden in de lobby. Armorstand waar hij natuurlijk mooi gear kan ophangen. Een privéarchief waar hij, nou ja, dus belangrijke dingen ook kan bijhouden. Kortom, best wel een heel erg episch bankgebouw. En we hebben hier natuurlijk nog een mooi uitzichtplekje hier buiten, waar je eigenlijk overal om je heen kan kijken. Dus al met al zeg ik het zelf, een enorm mooi bankgebouw. Maar goed, dan nu het verhaal over Zo Sander, die natuurlijk, zoals van, ik wil hem eigenlijk wel gaan opvolgen. Dit is allemaal geregeld, laat ik zo zeggen. Ze zijn ermee bezig geweest dat Sander hier dus nu dingen gaat leren, hoe allemaal een bank werkt, et cetera, et cetera. En toen kwam in één keer de optie, of kreeg ik in één keer het bericht te horen van Kevin, de bank natuurlijk in Industrial, die een andere job aangeboden kreeg die hij graag wou gaan doen. Heeft ook te maken met de staffunctie, maar die is van een andere job waar hij zich meer thuis in voelt. Wat ik natuurlijk ook wel kan begrijpen. De een vindt een bank leuk, de ander vindt bouwen leuk, de ander vindt inkoop leuk. En er kwam iets op zijn pad waar hij zo zat van, kijk, dat is echt iets wat ik wil doen, wat ik ook leuk vind. En hij heeft eigenlijk gemeld van, ja, als er een vervanger is voor mijn bank, laat het dan graag weten, want ik wil eigenlijk wat anders gaan doen. Ik heb ook een offer ervoor gekregen, et cetera, et cetera. Nou ja, toen moest ik natuurlijk meteen, ja, snel handelen, want oké, we hebben dus iemand bij de bank die eigenlijk een nieuwe baan aangeboden kreeg, die eigenlijk weg wil. In dit geval dacht ik maar aan één iemand, Sander. Dus dat gaat betekenen, ik moet er wel bij zeggen, nu deze video, jullie deze video kijken en ik deze video op dit moment maak, is het gesprek nog niet geweest met Sander en Kevin. Maar ik ga ervan uit, ik loop even om de feiten vooruit, ik ga ervan uit dat Sander dus de nieuwe CEO in Industrial gaat worden. Waardoor dus dan Kevin daar weggaat. Dus dan heeft Sander een bank op zijn naam staan. En dan zoeken we dus nog steeds iemand hier in Mindtopia voor de bank. Waar JP natuurlijk op zit. Maar goed, de afgelopen maanden is het ook al gewoon zo gegaan van, hij kan de bank gewoon aan. Komt er iemand op zijn pad die hier Mindtopia kan overnemen, dan verandert het. En zo niet, dan niet. Dat is in ieder geval hetgene wat nu gaande is met de banken. Dus dat is op zich best wel een grote switch in de bankenwereld. Er gaat de CEO weg, er komt een nieuwe CEO bij, een nieuw bankgebouw. Dat geloof ik maar, voor de bankenwereld is dat best wel iets wat groot is. En wat er op dit moment gaande is, daar moet best wel wat voor geregeld worden. Maar volgens mij, as we speak, komt alles volgens mij wel helemaal goed qua banken. En ja, heb ik er op zich wel vertrouwen in dat Sander een goede bank CEO gaat worden in Industrial. Als het natuurlijk allemaal doorgaat. Goed. Dan gaan we het nu eventjes hebben over de giveaway. En daarna gaan we het ook nog eventjes hebben over de Mafia, mijn eigen roleplay serie. Goed, de giveaway. Wat moet je hiervoor doen om dit criminal gear te gaan halen? Dat zijn een aantal dingetjes. Dingetje 1 is, je moet natuurlijk eventjes abonneren op Duffy Games zelf. Moet je natuurlijk gewoon even op de abonneerknopje klikken. Abonneer dan ook eventjes op Duffy Meer. Dat is mijn tweede kanaal. Het linkje daarvan staat in de beschrijving. Dus klik er even op, abonneer er even op. Kom dan terug bij deze video. Klik even op deze video een like aan. Dat is ook nog even wat je moet doen. En dan komt het volgende, mensen. Ik heb ook nog twee vragen die je eventjes moet beantwoorden. Goed, vraag 1 is, er staat hier een heel erg mooi groot F5 gebouw. Weet u ook allemaal wie dit is? Dit is natuurlijk van David. Maar voordat David dit plot had en dit gebouw had, stond hier een ander gebouw en ook een andere ploteigenaar. Maar wie was dat ook alweer? Ik kan me dat niet meer herinneren. Dus mocht jij dat wel weten, laat het dan meteen eventjes achter in de reacties. Vraag 2 die je dan ook meteen moet beantwoorden is, dit mooie museum hier, hiervoor is natuurlijk recentelijk een gebouw afgebroken. Wat voor gebouw stond hier dan eigenlijk ook alweer? En wie was hier dan ook alweer de eigenaar van? Als je dat ook weet, laat het natuurlijk ook dan even achter in de reactie. Dus je moet even een reactie gaan zetten natuurlijk met vraag 1 op dit plot, dus het F5 gebouw. Wie zat hiervoor? En vraag 2 is, het museum, wie zat hiervoor? Dat zijn eventjes de vragen waar je natuurlijk ook even erbij moet zetten in je reacties. Is natuurlijk jouw Minecraft naam, want dan weet ik natuurlijk waar ik jou kan vinden. Jouw hoofdstad waar je zit. En misschien ook wel een beetje een makkelijke indicatie voor mij rond wat van tijden jij online kan zijn. Dat betekent niet dat je moet zetten, ik ben altijd online. Nee, als jij zoiets hebt van, oké, ik zit 9 van 10 keer op school. Zet je gewoon, nou, ik ben vaak in de avond online. In die stad ben ik dan vaak te vinden. Dan weet ik ongeveer waar ik moet gaan zoeken als degene heeft gewonnen. Natuurlijk, het komt ook nog wel in de video dat ik vertel wie uiteindelijk heeft gewonnen, maar het kan er wel zijn dat ik het gear al dan heb rondgebracht. Maar dat is dus eventjes de dingen die je moet doen om kans te kunnen maken dus op dit criminal gear. Dus even in de reacties dus achterlaten welke stad je bent, waar je bent, je Minecraft naam, wat voor tijd die online kan zijn. 2 vragen beantwoorden, abonneer op Duffy Games, abonneer op Duffy Meer en klik even een like aan. En voor je het weet maak jij gewoon kans op dit enorm mooie criminal gear, wat best wel exclusief is wat in de server zit. En zoals je kan zien, als je gold erbij weet te halen, hoe pijn het ook doet om dit weg te geven, is dit best wel heel erg mooi gear.
God dang it. Dan kun je ervan kansen maken. Dus ik zou zeggen voor die mensen succes ermee. En voor de mensen die nog kijken voor de Mafia. Aangezien natuurlijk Mafia Season 1 inmiddels is afgelopen. Ik krijg heel veel vragen van Duffy. Wanneer komt Mafia Season 2? Want ik kan niet wachten. Ik wil het zo graag zien. We zijn heel erg druk bezig op dit moment natuurlijk om de boel te bouwen in de Mafia wereld. Want er moet natuurlijk een aantal nieuwe dingen bijkomen. Om natuurlijk een even storyline verder te zetten. Ik aim, maar ik zeg erbij... Ik kan niks beloven, maar ik probeer het wel heel erg om het sowieso volgende week het nieuwe season van start te gaan. Dus waarschijnlijk gaat volgende week season 2 van start op Duffy Games zelf. Dus mocht je daar interesse in hebben, vergeet dan natuurlijk niet aan Duffy Games in de gaten te houden. En mocht jij ondertussen nog een vraag hebben over de Mafia, van misschien heb je al zoiets van Duffy, hoe is het nou om de Mafia te doen? Duffy, wat vind je van de views die je erop krijgt? Wat vind je van de reacties? Hoe is het om met Remco op te nemen? Hoe is het om met andere mensen op te nemen die meewerken in de serie? Hoe gaat het met het editen, et cetera, et cetera? Heb jij een vraag? Laat hem gewoon achter beneden hier in de reacties. Een soort van kleine Mafia Q&A, om het zo maar te zeggen. Vind ik wel leuk om daar even wat antwoord op te geven. Gewoon qua in de reacties. Of misschien ook nog wel gewoon in een video. Dan zeg ik hetgene over de Mafia. Dus heb je een vraag over de Mafia? Stel hem hier beneden in de reacties. Ben je benieuwd naar Season 2? Waarschijnlijk, weet ik bijna voor 99% wel zeker, volgende week hier op Duffy Games. En mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mytopia. Mocht je het leuk hebben gevonden en je wil kans maken op de kleding, vergeet dus niet eventjes te liken, te abonneren, te reageren. De Mafia komt dus volgende week. Nieuwe bankmensen worden gezocht, zijn we bezig. En mensen, tot de volgende keer.